In het Willem-Alexander Sportcentrum speelden de dames van Groene Uilen zaterdag tegen Almonte uit Eindhoven. Na twee verloren wedstrijden hebben de Groningers punten nodig om de vierde positie te verdedigen. De gasten uit Eindhoven staan op de tweede plaats in de promotiedivisie. Aan het begin van de wedstrijd pakken de Eindhovenaren een kleine voorsprong. Onder andere door deze goed uitgespeelde score. Het gaat gelijk op en door deze drie punten van Marit Siertsema eindigt het eerste kwart met een stand van 15 tegen 15. In het tweede kwart komt de Groene Uilen door deze mooie score op een achterstand van 6 punten. Maar de thuisploeg speelt daarna goed en scoort veel. Na een mooie aanval maakt Bonnie Appelman het af en brengt de stand dan op 21-23. De center van de Groningen scoort daarna nog twee keer en zo pakt de thuisploeg een voorsprong van 2 punten, 25-23. Als Kim Jaasma deze tweede drie punten van de middag binnengooit, pakt de Groene Uilen een voorsprong van 5 punten. Bonnie Appelman scoort in het tweede kwart er al lustig op los. Ze maakt 11 punten, onder andere deze drie punten, de derde al van de middag. De Duitse speelster Michelle Ponti brengt de stand op 37-25 en de Groningers pakken daarmee een voorsprong van 12 punten, het grootste verschil in de wedstrijd. Maar Almonte heeft zich niet gewonnen en brengt het verschil nog voor het einde van het tweede kwart terug tot 4 punten, waardoor de speelsters gaan rusten met een stand van 37-33. Het derde kwart begint met de vierde drie punten van de Groene Uilen, gemaakt door Marit Siertsema. Er worden te veel persoonlijke fouten gemaakt, dat resulteert in veel vrije worpen. Kim Jaasma schiet nog wel de vijfde drie punten voor de thuisploeg binnen, maar de Groningers kijken aan het einde van het derde kwart toch tegen een achterstand aan, 51-53. In het vierde kwart nemen de gasten het initiatief en lopen uit naar een voorsprong van 9 punten. Groene Uilen doet er alles aan om het verschil terug te brengen. Dat lukt onder andere door deze fastbreak score van Bonnie Appelman. Vlak voor het einde hebben de Groningers een voorsprong van 2 punten. Maar deze drie punten van Nathalie van der Doelen zorgt ervoor dat de Groene Uilen met 73-74 verliezen van Almonte uit Eindhoven. De Groningers blijven nog wel op de vierde plek staan, dat aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname de play-offs voor het kampioenschap. Ik weet niet wat het is, maar we hebben het altijd tegen de topteams. We zijn elke keer zo dichtbij en dan geven we het net weg. En het is niet echt dat zij van ons winnen, maar meer dat wij het verliezen. En dat maakt het vooral heel zuur.